Hey, yo mensen, Nieuwk hier en welkom bij deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Het wordt dan eventjes een soort van update videootje, tenminste kan je het update noemen. Het is meer zeg maar een vraag die ik aan jullie heb. Want natuurlijk had ik in de vorige episode van Broadly Galaxy iets gevraagd aan jullie of jullie deze serie nog wel echt leuk vonden. Gelukkig zijn er echt heel veel mensen die het leuk vinden. Natuurlijk ook altijd een aantal mensen die het wat minder leuk vinden. Dat hou je toch wel, weet je. Je kan niet iedereen tevreden houden. Maar wat ik wel kan doen is een nieuwe serie starten. En dat was wel echt iets waar heel veel mensen wel een beetje, ja, zeg maar, om commenten. Dat ik namelijk gewoon ook een andere serie erbij moest doen. Ik heb Pixelmon voorbij zien komen. Ik heb een keertje Tolkiencraft voorbij zien komen. En ga zo maar door en door en door. Dus wat ik namelijk benieuwd ben is eigenlijk het volgende. Ik ben namelijk benieuwd wat jullie ideeën zijn voor een nieuwe serie op mijn kanaal. Dus graag al jullie ideeën posten onder in de comments. Ook voor de, als je het eens bent met een andere comment, wil je die serie graag zien. Doe dan ook zeker bij andere mensen gewoon een duimpje omhoog op de comment. Want dan kan ik gewoon echt heel erg snel zien wat dan de meest gelikte comment is. Wat jullie het graag willen. Natuurlijk ga ik alle comments gewoon lezen. En wat ik dan ga doen is bij de volgende episode van Worldly Galaxies, die waarschijnlijk morgen gaat zijn, dat is echt voor 99% zeker, ga ik eventjes een straw poll bijvoegen. Voor de mensen die niet weten wat het straw poll is, eigenlijk een heel erg simpele enquête waar je gewoon op kan stemmen. Geen account voor nodig, geen e-mail voor invullen. Je kunt echt gewoon stemmen, klaar, bam, hoef je voor de rest helemaal niks voor te doen. Dus op zich wel een goede manier daarvoor. Dus die straw poll zal ik eventjes bij de volgende episode van Worldly Galaxies neer gaan zetten. En natuurlijk zal deze straw poll gevuld zijn met de beste ideeën die onder deze video geplaatst gaan worden. Moeilijk verhaal als je er zo over nadenkt, maar dat maakt het helemaal niet uit. Dus dat wil ik eventjes kwijt. En ook zijn er nog steeds een aantal mensen die zich nou afvragen wat de fuck er nou met Space Astronomy en Richard gebeurd is. Nou, Richard, voor zover ik weet leeft hij nog. Tenminste, een paar dagen geleden nog wel, dus ik neem aan dat hij nog steeds wel leeft. Maar zijn computer is opnieuw stuk gegaan. En dat is echt letterlijk al de tweede keer in 4-5 maanden volgens mij. Dus ja, dat heeft hij weer goed voor elkaar. Waardoor Space Astronomy, natuurlijk ook die wereld, die stonden ook nog op die PC. Die is gelukkig wel gered, dus we kunnen wel door met die serie. Maar ja, momenteel heeft Richard helaas niet het geld om zeg maar zijn PC te repareren. Oftewel, helaas is er nog geen, ja, echte tijd om Space Astronomy samen op te kunnen nemen. Want hij heeft dus gewoon simpelweg geen PC. Ik zou hem eentje op kunnen gaan nemen, ga ik waarschijnlijk ook wel een paar keer doen. Maar eigenlijk wil ik dat niet al te veel gaan doen. Want ja, Space Astronomy is een multiplayer serie en blijft een multiplayer serie. Dan maar eventjes wachten op de volgende episode. Dat het langer duurt, maar dat het wel gewoon multiplayer is. Natuurlijk gaat die serie nog wel eventjes door als het goed is. We waren nog niet echt heel erg ver wat betreft het verkennen van alle planeten. Oh ja, er is trouwens nog wel één dingetje, bijna helemaal vergeten. Ik heb namelijk al vorige week aangegeven dat er nog een nieuwe serie gaat komen naast Minecraft. Dus gewoon een nieuwe serie die geen Minecraft is. Alleen ik heb momenteel een beetje problemen met de recorden van die game. De recording, zeg maar, mijn recordprogramma pakt het spel namelijk niet. Die herkent die gewoon niet. Dus ik moet eventjes kijken hoe ik dat allemaal ga regelen. Gaat helemaal goed komen sowieso. En ik wil ook gewoon de komende maand, zeg maar, wil ik ook weer een paar Call of Duty video's uit gaan brengen. We gaan het allemaal zien, jongens. Bedankt voor het kijken. Laat zeker weten al jullie ideeën achter voor een gloednieuwe Minecraft serie. En jongens, het mag echt werkelijk wel alles zijn. Het mag Minecraft 1.7 modpack zijn. Het mag onder andere Tolkiencraft zijn. Maar als jullie bijvoorbeeld een keertje Tekkit Classic willen zien, als heel veel mensen dat willen, kan ik dat ook gaan doen. Of bijvoorbeeld echt een wat oudere pack van Minecraft 1.4.7. Alles mag, alles kan. Laat lekker jullie ideeën achter in de comments. Bedankt voor het kijken, jongens. En tot morgen bij een nieuwe aflevering van Worldly Galaxies. Peace.